vandaag gaan we bakken. Ik heb gekozen voor een boterkoek. Om de boterkoek te kunnen bakken, moeten we de oven voor verwarmen. Elektrische oven 200 graden, hete luchtoven 180 graden, gasoven 4-5. We hebben nodig een bakvorm, een mengbak, 1 ei, een lepel, een vork, een snijmes, ongezouten roomboter en wat schoonmaakspullen. Je kunt een mixer gebruiken. Dat doe ik vandaag niet, want dat maakt te veel lawaai. Je kunt het ook met de hand doen en dat gaan we vandaag doen. We gaan nu de boterkoekmix mengen. Ik begin altijd met de boter. Die snij je in stukjes. En dan maak je het romig. Of met de mixer of met de hand. Ik doe het nu met de hand, want dat maakt niet zoveel lawaai. De boter is nu romig. Die hebben we gemixt. En dan voegen we het ei toe. Het ei sla je stuk in een bakje. Zo. Troep weg. Dan ga je hem kloppen. En dan doe je 3/4 van het ei in de mengbak. Het andere deel bewaar je voor de buik, voor straks voor de boven, want dan krijgt hij een mooie goudgele rand. Het ei en de boter zitten in de mengkom. En als laatste doen we de bloemmix in de bak. Voorzichtig, anders maakt het heel veel rotzooi. Die doen we erin. En dan gaan we onze handen in de mengkom en dan lekker vies worden. Mag je wel even opnemen. Je kneedt net zo lang totdat je een klomp deeg hebt, zoals dit. Je krijgt er wel lekkere vieze vingers van, maar het smaakt lekker, dus je kan het gewoon je vingers aflikken. Zo, mijn handen heb ik even gewassen, want dat is natuurlijk wel zo netjes. Dan vetten we de vorm even in een klein stukje boter. Die smeer je er even in, zodat de mix niet blijft kleven aan de bakvorm. Zo, een klein beetje meer. Dat alles ingevet is. Je kunt ook spray gebruiken, maar dit vind ik fijner. Dan pak je de bol. Doe hem in de oven. Vorm in de. Je drukt het een beetje plat. Een beetje gelijkmatig. Zodat het netjes in de vorm zit. Dan komt nu de truc. Doe je eerst wat eigeel op de vorm. En dan druk je hem plat. Met de bolle kant van de lepel. De finishing touch, een paar streepjes met de vork, zodat je een mooi ruitpatroon hebt. Dat lijkt gewoon leuk, heeft verder geen functie. En dan is de boterkoekmix klaar voor in de oven. En in de oven 22 tot 27 minuten bakken. Terwijl de boterkoek nu in de oven zit, gaan wij nog even langs het recept. De boodschappen. 1 ei, 200 gram ongezouten roomboter, een pak boterkoekmix. Op de mix staat informatie. Je bent nodig een mixer, een schaaltje, keukenrol, een mengbak, een mes, een lepel, een vork, een bakvorm. De oven ga je voorverwarmen. Hete luchtoven 180, gasoven stand 4-5, elektrische oven 200 graden. En de boterkoek moet 22 tot 27 minuten in de oven. Je kunt het nu zelf ook proberen te lezen op het pak.
Je kan ook nog een keer het filmpje nakijken. We gaan nu de boterkoekmix uit de oven halen, want die ben je natuurlijk ook nodig. Omdat de mix natuurlijk warm is, doe je ovenhandschoenen aan. Dit is het eindresultaat. Een heerlijke boterkoek. Eet smakelijk allemaal, geniet ervan. En natuurlijk mag je hem ook met anderen delen. Tot de volgende keer!